Voor ons als feministen was het altijd heel belangrijk om na te denken over opvoeding van kinderen. Dat was eigenlijk prioritair om twee redenen. Ten eerste hadden we er alle dagen zelf mee te maken en wilden we het goed doen. En onze ideeën ook toepassen en toelaten. Ten tweede, als je iets wil veranderen in de maatschappij, moet je natuurlijk bezig zijn met die kinderen. Anders heeft het geen zin. En wat kwam daaruit voort? Dat is dat we erover praten eerst met elkaar, ook met de partner uiteraard. En zeggen, kijk, welke relatie willen wij hebben met onze kinderen en onze kinderen met ons? Wij eventueel met onze ouders. Hoe kunnen we dat best aanpakken? Dus we hebben daar eerst met de kinderen zelf over gepraat. De kinderen hebben ook onderling daarover gepraat. Die vonden dat natuurlijk buitengewoon interessant, want ineens kregen ze de kans om hun mening te zeggen over de inrichting van het huishouden, over het eten, over het spelen, over het aankopen van speelgoed en dat soort dingen. Maar we vonden wel dat je kinderen moet behandelen op hun leeftijd. Het valt mij bijvoorbeeld op dat er zijn sommige ouders die dan zeggen, ja, je moet kinderen alles toelaten wat ze maar enigszins zouden willen. Zo hebben wij er niet over nagedacht. Het was echt een soort van vrijheid, maar altijd gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Dus hoeveel verantwoordelijkheid kan het kind nu op dit moment dragen? Hè? En kan erover gepraat worden en ook op een kritische manier? En dan kom je eigenlijk toch wel, met vallen en opstaan altijd, hè, kom je toch wel tot een heel andere opvatting van wie ben ik als ouder, ben ik een goede moeder, ben ik een goede vader. Want dat was natuurlijk het probleem voor veel vrouwen, die waren bang dat ze geen goede moeders meer zouden zijn. En de definitie van hè, wat is een goede moeder, daar kon over gepraat worden onderling. En dat bracht ook heel veel teweeg.